is niet oké. Sam. Hoi allemaal en super dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is een nieuwe maandagochtend. Het is een nieuwe week. Het is een prachtige herfstdag. Het zonnetje is al aan het schijnen. Het is nog niet eens 8:30. En zoals je natuurlijk al aan de titel hebt kunnen zien, ik ga deze week elke dag het schema, programma, fitnessgedoe volgen van Pamela Reeve. Het leek me eigenlijk wel heel erg leuk om het een keer uit te proberen, zodat ik weer een beetje in een sportritme kom. Want ik heb het idee dat ik de laatste tijd niet echt heel goed in een ritme zit met sporten. En met dit zorg ik toch wel voor een knallende start weer. En kan ik gewoon weer lekker gaan sporten. Daarnaast is deze video ook een samenwerking met Stronger. Stronger is een sportmerk voor vrouwen. En zij zijn helemaal voor het empoweren van vrouwen. Zorg dat je je goed voelt in je eigen huid. Body positive. Lekker sporten met z'n allen. En die boodschap vinden we natuurlijk helemaal geweldig. Maar ik denk, laten we even naar ons fitnessschema van deze week gaan kijken. En dan zien we wat we vandaag moeten gaan doen. Ik heb geen idee. Let's go. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan zeker ook nog even. Ik zou het super leuk vinden om jou erbij te hebben als abonnee in de Little Family. Dus wil je mij en mijn YouTube kanaal supporten, klik dan zeker even op de abonneerknop. Ben je nou al geabonneerd en wil je me nog steeds supporten, dat kan natuurlijk ook. Klik dan zeker op de like en laat een reactie achter. Oké, Pamela Reeve heeft dus een hele website, pamelareeve-workoutplan.com. En ik zie dus hier, als je naar beneden scrolt, zie je gelijk al allemaal trainingsschema's. Er zijn er verschillende. Er zijn bijvoorbeeld de beginner friendly, de 30 minutes a day, sweaty, slow en dance. En ik heb gekozen om gewoon maar even voor de beginner friendly te gaan. Dus even zodat jullie een beeld hebben. Dit is mijn trainingsschema voor de komende, ja, 6 dagen eigenlijk. Ik ben heel benieuwd wat het gaat laten zien en hoe ik me er ga voelen bij. Ik ga niet een before of after foto maken van mijn buik of mijn lichaam of zo, want ik geloof gewoon dat in een week je niet zoveel resultaat kan krijgen dat het echt zichtbaar is. Ik sport al best wel veel, dus 1 week van workouts gaat echt niet ervoor zorgen dat ik er anders uitzie. Ik ga lekker focussen op hoe ik me bij voel, hoeveel energie ik heb en het terugkrijgen van mijn gezonde routine. Nou, vandaag is dus wel echt gelijk de bombastic thighs day. Nou, als je dat hoort, dan weet je al dat het er hard aan toe gaat waarschijnlijk. En allereerst hebben we deze 10 minuten bombastic booty video. En ik denk dus dat deze video echt niet heel makkelijk gaat zijn. Dus ik ben heel benieuwd. En dan, de outfit die ik vandaag aan heb is uiteraard van Stronger. Ik weet niet de namen van alle outfits, dus kijk zeker even in de beschrijving voor de linkjes. Daarnaast heb ik ook een kortingscode voor jullie, dus wil je ook bij Stronger bestellen, gebruik dan zeker mijn kortingscode ISK20 en krijg 20% korting. Dat is natuurlijk niet niks, dus wil je nog nieuwe sportkleding? Ik ben echt al super enthousiast, maar dat ga je nu nog horen. Dan kun je even op de link klikken en mijn kortingscode gebruiken. Ik heb vandaag dit prachtige donkerblauwe set uitgekozen. Ik ben heel erg blij. Ja, let niet op de troep hierachter allemaal. Ik hou heel erg van sport-BH's die zeg maar zo zijn. Dus niet helemaal zo en dan helemaal zo. Maar dan heb ik het idee dat het niet echt support geeft. En dan denk ik, ja, dan kan ik net zo goed een t-shirt eroverheen aandoen. Ik vind dit gewoon echt super fijn. En deze top, echt, wauw, fantastisch. En de leggings zijn heel normaal. High-waisted leggings met zo'n band hier. En het fijne aan de leggings is dat ze hier aan de achterkant, boven je billen, hebben ze een zakje. Zoals je kunt zien. Dus als je bijvoorbeeld van hardlopen houdt of zo, doe je gewoon daar je telefoon of je sleutels in. En dan kun je gewoon gaan. Echt super chill. Laten we beginnen met mijn bombastic thighs. Sport. Workout. Ik ga wel eerst even opwarmen. Want volgens mij slaat zij dat al wat over. Oké. Wacht even. Ik ben 2 minuten bezig in deze workout. En ik ga gelijk iets zeggen waarvan ik had gehoopt dat het niet zo zou zijn. Maar deze chick neemt geen pauzes. Deze chick gaat door en door en door. Allemaal op hetzelfde been. Dus je bent gewoon 5 minuten, 1 been de hele tijd aan het belasten. En ik weet dat sommige mensen denken dat het echt goed is dat je daar grote billen van krijgt. Maar dat is dus echt niet zo. Oh, dus ik ben best wel teleurgesteld hierdoor. Het is gewoon echt heel belangrijk voor je spieren om breaks te nemen. Daardoor kan je veel langer voor doorgaan. En als je dit doet, deze workouts, train je vooral je spierconditie en niet je spierkracht. En door je spierkracht worden je billen eigenlijk groter. Door je spierconditie eigenlijk niet heel erg. Wel een beetje, maar niet heel erg. Dus ik ga wel gewoon pauze nemen hier tussendoor. En ik denk gewoon dat het oké is. En dan ben ik maar iets langer bezig. Maar dan maak ik niet mijn spieren kapot. Dus dat is ook wel fijn. Dit is echt onmogelijk, geloof me. Ik train mijn kont al, ik denk, 4 of 5 jaar.
Dus ik heb echt wel wat kracht. Maar ik moet dit doen. Wacht, kijk, zo. En dan zo. Dat is echt... Dat is niet oké. Oké, dit ga ik wel proberen. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Oké, jongens, ik heb een nieuwe video. Of in ieder geval, ik heb de oude afgemaakt. Ik ga nu door naar de tweede video. En dat is de 10-minute beginner leg workout. En er staat with breaks. Dus daar gaan niet al mijn spieren naar de kloten vandaag. Ik ben heel benieuwd. Het duurt 10 minuutjes. Booty, thighs en hamstrings. Allemaal. En daarna heb ik nog twee video's. De Ed Sheeran dance workout van 12 minuten. Wat ik echt top vind. Want die heb ik al een paar keer gedaan. Ik hou van haar met dance workouts. En dan nog de inner thigh 10 minuten workout. Dus mijn benen en billen gaan zeker wel een beetje verzieren, denk ik. Maar goed, dat hoort erbij, denk ik. I did it, guys. I did all the workouts. Ik ben klaar met de workout. Ik moet zeggen, mijn lichaam is moe. Mijn benen burnen. Dus ik denk toch wel dat het een goed teken is. Ik ben niet de grootste fan van de workouts. Maar goed, ik ga nou eenmaal de challenge aan. Dus ik ga het gewoon volhouden, ook de komende dagen. Ik ga nu even lekker douchen, want ik moet straks naar school. Maar tot nu toe, het was een geslaagde eerste dag. Ik denk dat ik morgen wel wat van spierpijn voel. Ik laat het jullie weten. En ik zie jullie morgen. Goedemiddag allemaal jongens. Het is officieel dinsdag. Wat betekent dat ik weer een nieuwe dag moet doen in het trainingsschema van Pamela Reeve. En dat betekent ook weer dat ik een nieuwe outfit aan heb van Stronger. Ik ga hem zo uitgebreid aan jullie laten zien, want dit is mijn favoriete outfit. Maar goed, het trainingsschema voor vandaag. Ik zal het eens even opzoeken. Ik moet beginnen met een arm workout. En daar zie ik echt best wel tegenop. Want mijn armen, nou ja, zoals je ziet, valt niet heel veel te beleven. Dan heb ik een dance cardio workout. Net zoals gisteren. Die ik gisteren echt super leuk vond. Dus dat is super chill. En dan nog een back and neck stretch. Dus op zich, ik kijk alleen op tegen die eerste. Want daarnaast allemaal best wel chill. Gewoon cardio. Ik heb best wel wat spierpijn van gisteren eigenlijk. Had ik niet heel erg verwacht. Maar in mijn billen en mijn benen heb ik toch best wel wat spierpijn. Dus dat is wel echt een chill. Sam is hier ook. Sam gaat ook lekker sporten. Ja. En dit is dan de sportoutfit van vandaag. Het is dit prachtige, ja, bruinachtige. Het is gewoon bruin eigenlijk. Ik krijg wel een beetje dezelfde vibes van als het van het set gisteren. Alleen je ziet wel dat de top net wat anders is. Die andere top liep iets meer op deze manier. Echt prachtig. En de stof is dus wel echt net wat anders dan die andere. Dit is een lounge set, zoals we het bij Stronger noemen. En niet een sport set. Maar het is wel sportkleding, als je snapt wat ik bedoel. Dit is hoe het materiaal ervan dichtbij uitziet. Ik hoop dat je een beetje kunt inbeelden wat voor materiaal het is. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. Jongens, kijk wat ik heb gevonden. Dit heb ik ook nodig voor de workout. Zij doet het met water bottles. Maar dit is, ik denk, 1 kilo. Dus dat is wel ongeveer iets meer dan een water bottle. Maar dat is niet erg. Woehoe. 3 oefeningen gehad en neem even pauze. Dat is nu een beetje hoe ik het doe. Want anders red ik het echt niet. Ik heb dus al best wel vaak de video's van Pamela, of ja, niet heel vaak, maar wel al een paar keer, 5 keer of zo. Je ziet toch altijd dat dit haar achtergrond is? Zo van met zo'n deur. Ik zie nu pas dat dat gewoon behang is. Ik heb altijd gedacht, wow, ze leeft echt in een mansion. Dat is dom. Wacht, kijk jullie er even naar. Ik ga het laten zien en comment hier beneden of je denkt dat het echt is of niet. Of je dat ooit hebt gedacht. Kijk dan, dat lijkt toch zo... Ben ik gewoon nou echt zo dom? Oké, ik heb de eerste workout gedaan. En ik moet zeggen, ik moet even 5 minuutjes pauze nemen. Want ja, er staat ook wel quick en intense at home. Nou, het was zeker quick. Nee, quick was het niet. Het was vooral intense, niet quick. Ja, als je nog een goede arm workout zoekt en je hebt al wat armspieren. Ik zou dit niet doen als je een beginner bent. Ja, het is een workout voor je armen. Is het een goede workout voor je armen? I don't know, je test wel heel erg je uithoudingsvermogen. Dat is op zich wel goed. Misschien ook wel goed voor je discipline of zo. Maar echt om die toned arms te krijgen die je misschien wil, kan je beter gewoon ook met pauzes nemen. En misschien wel wat meer gewicht. Hoi allemaal, goedemorgen. Het is een nieuwe dag. Het is woensdag.
En misschien zie je een verandering even in de kwaliteit. Maar dat komt omdat ik mijn camera heb laten liggen bij Sam. Yay! Goed gedaan, Juska. Punten voor jou. Maar dat betekent dat ik tot vrijdag Sam niet zie. En dat ik dus deze video verder ga doen op mijn telefoon. Het spijt me. Ik weet dat het geluid slechter is. Ik weet dat het beeld slechter is. Maar jullie moeten het er maar even mee doen. Het is vandaag woensdag. En dat betekent dat er weer een nieuwe set workouts is. Ik moet zeggen, ik had echt verwacht dat ik spierpijn zou hebben van gisteren. Maar het valt eigenlijk wel heel erg mee. Maar het kan ook nog wel komen. Want ik heb gisteren aan het eind van de dag gesport en het is nu weer 's ochtends, dus misschien dat het deze middag een beetje komt. Maar goed, het maakt niet uit. Vandaag is een beetje een cardio dag. Dus op zich heb ik daar wel zin in. We gaan een cardio warm-up workout doen. Dan een 10 minuten HIIT workout. Dan nog een 10 minuten energy boost workout. Dus ik verwacht dat ik ongeveer een half uurtje beter ga zijn. Ik zal even mijn outfit laten zien van vandaag. Dit is de outfit van vandaag. Geen stronger, want ik heb 2 sportsetjes gekregen en 1 lounge set. Het lounge set zal ik vandaag wel nog even laten zien, want daar ben ik super excited over. Maar ik heb dus deze sport BH van Shein en hij heeft een hele mooie achterkant zoals je kan zien. En deze sportlegging ook van Shein en die heeft zo'n butt scrunch daar, waardoor je kont er super mooi uitziet. Dus laten we beginnen met de workout. Minute HIIT workout. Ik ben heel benieuwd. Ik ben niet zo goed in HIIT, dus we gaan het zien. Zo, dat was weer voor vandaag. Ik moet zeggen, deze workout vond ik wel echt fun om te doen. Het gaf me energie. Het kostte me ook heel veel energie, want ja, het is cardio. Maar het gaf me ook heel veel energie, gewoon door de muziek en de happy dingen. Maar echt wel, ik heb veel respect voor haar uithoudingsvermogen. Haar conditie is echt on top. Het kan gewoon niet zo zijn dat haar spieren niet echt burnen als een gek. Dus echt goed hoe ze gewoon met een big smile nog steeds staat te doen. Niet heel realistisch, maar wel echt, echt respect. Ik ga nu lekker douchen, want dat is wel nodig. Hey jongens, ik moest net echt 3 kwartier door de regen fietsen en het regende zo hard. Dus ik moest even naar huis douchen en een chill outfit aantrekken. En ik had dus nog een chill outfit van Stronger gekregen. Dus ik dacht, dit is natuurlijk het perfecte moment om die even te laten zien. Dit is het pak. Ik word helemaal verliefd van deze kleur. En vooral de broek vind ik echt fantastisch. Het is ja, zo'n soort broek met een touwtje die je kan aantrekken. Ik hoef hem niet aan te trekken, want hij zit gewoon lekker aansluitend. En ik vind hem dus echt nog best wel sexy staan voor een loungebroek. Ik heb nog nooit zo'n soort loungebroek gehad die toch nog gewoon goed stond, zeg maar. Eén dingetje is wel, hij schijnt door. Ik heb nu een witte onderbroek eronder aan, dus dat zie je niet heel erg. Maar als je iets van een kleurtje hebt of zo, of zwarte, dan natuurlijk wel. Maar goed, het is toch voor thuis. En als je er gewoon een huidskleurig onder doet, dan zie je het niet. Dus al wil je hem nog naar buiten aan doen, dan is dat de solution. Solution? Solution. En deze trui is ook echt fantastisch. Ook aan deze kant zit zo'n soort ja, touwtje, zoals je ziet. Ik heb hem nu even straks, zodat je goed de broek ook kan zien. Maar, oh, wat een fantastische trui is dit. Hij is niet per se super lekker zacht, maar ja, gewoon echt een chill trui. En je kan hem ook wel gewoon normaal aan, maar ik ga lekker relaxen vanavond en ik spreek jullie morgen. Hi guys, het is another day, dus another workout. En ik heb vandaag een hele drukke dag op school gehad, dus ik ben kapot. Dus ik had helemaal geen zin om te sporten, dus ik open mijn sportschema. Kijk wat er staat. 10 minute full body stretching. 8 minute leg stretch. Halleluja. Dit is echt de beste dag van mijn leven. Ik ben zo blij dat ik niet weer zo'n hele HIIT workout of zo hoef te doen. Ik heb geen spierpijn van gisteren. Dus dat is wel echt top. Dus ik ga gewoon even lekker een chill outfit aantrekken. En even 18 minuutjes stretchen. Dus ik heb er zin in. Oké, dus ik ga eerst deze workout doen. Ik ben heel benieuwd. Let's see. Het is vandaag vrijdag, de ene laatste dag van deze challenge. En het is vandaag een beetje een mixdag. En dat vind ik best wel leuk, want we gaan allemaal verschillende workouts doen. Er staan er weer 3 op de planning. 1 10 minuten ab workout, daarmee ga ik beginnen. Dan een 15 minuten thighs workout en dan nog een basic stretch. Dit is de outfit van vandaag. Ik heb dit topje van Shein en dus mijn
stronger leggings met hier zo stronger. Dus we zien er weer lekker sportief uit. En laten we beginnen met de ab workout. Hoi allemaal, ik heb weer mijn camera terug. Dus ik kan gewoon weer lekker met mijn camera. Moet ik wel natuurlijk even mezelf scherp stellen. Ja, het is vandaag de allerlaatste dag in deze challenge. Ik heb er zin in. Ik zat al even te kijken wat ik moet doen vandaag. Maar ik moet een cardio warm-up doen. Oh, die heb ik al eerder gedaan. Dan een 10-minute HIIT workout. Dus dat gaat lekker weer zweten worden. En dan een booty pump. Dus... dat vind ik wel weer heel erg leuk. Ga ik wel weer pauzes nemen, want anders red ik het echt niet. Maar ik ben nu bij Sam. Daarom heb ik dus ook mijn camera weer terug. En het is de allerlaatste dag. En ik ben zo benieuwd. En dan zal ik morgen even een eindconclusie geven. Maar ik ga eerst even de laatste dag workouts doen. Mijn outfit is even een bij elkaar geraapt zooitje. Want ik ben dus mijn sportkleding vergeten toen ik hier naartoe ging. Dus ik heb me even wat van Sam aangetrokken. En dat is dus dit Adidas shirt. En deze thermolegging die ik heb. Sam, ga eens weg. Oh, sorry. Sam, Sam, nee, ik moet dit doen. Ik heb gisteren niet meer zoveel gefilmd van mijn workout. Maar volgens mij hebben jullie maar genoeg gezien sporten. Dus jullie hebben niet zo heel veel gemist. Ik heb de Pamela Reeve Challenge doorstaan. Ik heb hem gehaald. Ik heb het gedaan en ik ben hartstikke trots op mezelf. Maar ik wilde toch nog even een soort conclusie geven voor jullie allemaal. Want aan het begin was ik natuurlijk best wel sceptisch over de workouts, omdat het meer is voor spierconditie dan echt spieropbouw. Maar ik heb me ook wel beseft dat voor sommige mensen dat ze dat gewoon willen doen. Ze willen gewoon spierconditie opbouwen. Terwijl ik eigenlijk meer wil focussen op kracht van mijn spieren. En dan met name mijn beenspieren. Dus in die zin was het niet een ideaal workoutplan voor mij. Maar goed, dat ligt dus echt meer aan mijzelf. Een paar pluspunten vond ik wel dat de cardio vond ik super leuk. De cardio dance workouts dan vooral. En ook de stretch workouts of de stretch routines. Echt een plus. Had ik niet verwacht dat dat zo fijn zou zijn. Daarnaast heel veel respect voor Pamela's uithoudingsvermogen. Ik weet echt niet hoe ze het doet. En dat met zo'n smile op haar gezicht. Dus echt heel knap. Dus dat over de workout. Dan nu over het doel. Heb ik mijn doel bereikt? Ik wilde natuurlijk een beetje weer in de sportroutine komen. En ik moet zeggen, dat is best wel gelukt. Aangezien ik sommige dagen gewoon eigenlijk helemaal geen motivatie had om te trainen. Of dat ik dacht dat ik echt geen tijd had om te sporten. Terwijl met zo'n challenge moet ik het ook echt doen. En dan bleek dat ik er eigenlijk wel tijd voor had. En dat ik er wel energie voor had. Omdat ik mezelf er echt toe dwong. Dus dat heb ik er wel echt van geleerd. Dat ik ook als ik er een dagje geen zin in heb. Of als ik stress heb over iets. Of als ik denk dat ik er gewoon geen tijd voor heb. Dat als ik me er zelf toe zet. Dat ik er dan juist eigenlijk wel energie van krijg. In ieder geval, dat merkte ik dus deze week heel erg. Dus dat heb ik er sowieso van geleerd. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Ik vond het een leuke challenge om te doen. Ga ik vaker workouts allemaal van haar doen? Ik denk het niet. Ik hou het gewoon lekker bij mijn krachttrainingroutine. Met mijn gewichten. Ik heb het idee dat mijn lichaam gewoon ja, veel meer nodig heeft. Dus ja, dat was een beetje de review van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden naar deze video te kijken. Laat ook zeker hieronder in de comments achter of jij wel eens iets van Pamela Reeve hebt geprobeerd. Of als je een keer zo'n weekplan hebt geprobeerd en wat jij ervan vond. Of het met me eens bent of misschien helemaal niet. Heel interessant om te lezen, dus comment het zeker beneden. Doe ook een duimpje omhoog, abonneer op het kanaal. En dan denk ik dat ik jullie bij de volgende video weer zie. Heel erg bedankt voor het kijken en tot snel!